gaan vertellen. En die moest keihard lachen. Dus wat, gedroomd, wat was de droom? De droom was dat ik hem interview, dus ik had een micro vast. En ik stel hem een vraag. Hij neemt mijn micro. En wat doet hij ermee? Hij wrijft ermee op zijn buik. En ik vroeg aan hem, maar waarom doet je dat nu? Ik doe dat graag. En Evert heeft dat dan hem verteld, hoe keihard lachen. Floyd Landis. Wat drank allemaal niet goed met mensen. Ja. Freddy, ik ga nog even serieus worden met jou over Tom. Over Tom, hè, want er is in Madrid eind september een wereldkampioenschap en hij kan daar wereldkampioen worden. Hè. Wat denk jij? Is dat vooral denk ik dat hij de juiste beslissing genomen heeft, dankzij Patrick de Vier ook aan hemzelf, om niet verder te rijden. Er komen nog goede trades voor Tom. Mm-hmm. En ja, zich focussen op het WK. Is hij een van de grote kandidaten, naast Pitaki en McEwen? Althans, zo zijn dat het voor hem houdt. Hij moet daar niet van aan de klok gaan hangen, maar dat hij zich sterk voorbereidt en, en daar zelf het doen. Dat ga je ook doen, hè, Tom. Via de Vuelta? Ja. Ga je die uitrijden? Nee, dat wel niet. Ik ga wel mijn voorbereiding niks veranderen. En die planning was goed en ik denk dat ik nu niet moet gaan panikeren omdat ik 7 ritten minder in een Tour gereden heb. Als alles gaat zoals ik het hoop, en meestal is dat zo, dan ga ik klaar zijn voor het WK en dan gaan ze met mij nog af te rekenen hebben. Dat is mooie taal. Daar houden we van. En we hopen dat je het ook waarmaakt daar. Ook in deze laatste uitzending hebben we nog een bijdrage over een paar landgenoten in de Ronde van Frankrijk. Een koppeltje uit Brussel. Het leven zoals het is. Brusselaars in de Tour. Jeanne en François zijn grote koersfanaten. Ze zijn op de terugweg naar België en willen nog een laatste rit meepikken. Oh, dat is al schuur geweest. Oh, ja. Ik kan dan zeggen, de Gielentour, hè, wat? Moet ik zeggen, bekend, dacht ik. De Gielentour is schuur, maar ik moet zeggen dat er een even als die schuur is, dat is al vooral schuur. Zeg het niet, goed, dingetjes daar, stadjes daar gezet, voor dat kan, dat stuurt niet daar, goed, zeggen. Maar zeggen. Het is magnifiek. Van mij gaat het duur gebergen. Ja, dat primair, dat primair, hè. Duurige bergen, hè. Ja. Hoeveel kilometer sommen naar gedaan hebben? Nou, oh, je had er 3000. 3000 ga. 3000 ga onder. Maar we liggen dan met thuis en zijn 4000. Ja. Kokerijen, hè. Ja. Op hun zorgvuldig gekozen plekje aan een verlaten parking wachten ze op de renners. Ja, je ziet dat een tour gedaan is. Er is geen volk meer. In de bergen geen plosje, nee, je kunt er staan wat je wilt. Zijn dat wel. Het is gereden. Dat is omdat Tom nog was, is, hè. Maar lijk, ik kijk nog een beetje op... En Alex zal misschien vandaag ook nog eten. Misschien, ik pas dat wel. Enkele minuten later komt ook het peloton voorbij. Allee, Ren! Allee! En dingen nodig is, Jup. Ja, we gaan de tractor nodig is, hè. Ja, de tractor. Allee! De bustel. Ja, de bustel. Bad goes. Ja. Dat is je doel. Voor Jeanne en François zit de Tour erop. Ze kunnen nu rustig naar huis rijden. Laat me nou nog een lang poignotje nemen. Alles in orde? Ja. Mag ik voorschrijden? Ja. We hebben een goeie tour gehad, hè? Ja. Ja, zeker en vast. Allee. We zijn content en volgend jaar als we wijgen, komen we wijzen. Ook voor de 6e keer gewonnen, hè? Ja, ook voor de 6e keer. Ja, te winnen. Voor een lens nog aan verslogen. Allee, we zijn er weer. Klaar, hè?
Leen en Evert over een jaar of 20. Als ze er nog zo goed zullen uitzien. Ik wil nog een pronostiekje van jullie. Wie gaat daar straks dat fietsspel winnen, denk je? Kevin Hulsmans, Nick Nuyens of Cedric van Brantegem? Ik ga voor Kevin. Kevin. Ik ga ook voor Kevin vanwege zijn haar. Die heeft aerodynamisch haar. Freddy, wie denk jij? Cedric. Cedric, de atleet, haalt het van de wielrenners? Het zou pijnlijk zijn voor de wielrenners. Ja. Oh, Kevin. Kevin? Ja, hè. Tom, jij gaat nu weer de competitie... Dan blijft dat van u. Je gaat nu de competitie hervatten. Wanneer zien de Belgen, de landgenoten, jou voor het eerst terug? Bij u in Diksmuiden. In Diksmuiden, met dinsdag. Dinsdag, hè. Wat is dat te doen? Dat is een koersje. De federale. Ah, ja. Goed voor je handicapten. 24 juli 2005 is het einde van een tijdperk. Lance Armstrong heeft zijn carrière afgerond met een 7e zege in de Ronde van Frankrijk. Hij gaat nu een weekje op vakantie aan de Azurenkust en vliegt dan terug naar de States, naar zijn ranch in Texas. En daar heeft hij de beslissing om te stoppen voor genomen, om thuis te zijn bij de kids. Geniet nog één keer van de fantastische stem van Kathleen van den Hout en van de muziek van de Tour 2005 Band. I'm a feel in America, chromium steel in America, white spoke a wheel in America, very big deal in America. I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Everyone there will give big cheer. Everyone there will have moved here. I'll drive a Buick to San Juan. If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride. How you get all of them inside? Immigrant goes to America. Many hellos in America. Nobody knows in America. Puerto Rico's in America. I like the shores of America. Comfort is yours in America. Knots on the doors in America. Wall-to-wall floors in America. I like to go back to San Juan. Why don't you shut up and get gone? I bring a TV to San Juan. If there's a current to turn on. I like to be in America. Okay by me in America. Everything free in America. For a small fee. Hij mag er straks naartoe, naar Amerika. We wachten nog heel even met de bel, want ik wil toch nog een laatste impressie. Nick, je hebt 21 en 48 gereden de vorige keer. Toen in gewone kledij kan je veel sneller, denk je? Ik denk niet veel sneller. Het zou moeten kunnen om ietsje sneller te gaan, maar niet veel sneller, denk ik. Kevin, je zei toen je aankwam vanavond, het is een spel, maar nu wordt het menens, hè? De zenuwen die hier en hier door de kelen, bij alle mensen... Nou, eigenlijk wel. Ik heb Cedric zien opwarmen, dus we weten hier al te wel genoeg.
Hij is gemotiveerd, hè. Jij wil hier voor een stunt zorgen, hè. Na je selectie van gisteren, je limiettijd. Je hebt je aerodynamisch pakje aan. Je bent er helemaal op voorbereid. Van waar komt de wind? Van voor. Dus gewoon perfect. Diep zitten en alles geven. Oké, jongens. Zijn jullie klaar? Zet jullie in positie. Ik tel af van 3 naar 1 en dan gaat de bel. Op de bel vertrekken jullie. 3, 2, 1 en weg. We zijn vertrokken. De slag der giganten. De titanenstrijd op de fiets voor de eer van de atletiek, maar ook voor de eer van het wielrennen. Het is Cedric van Brantegem die na 1 baanronde licht afstand heeft genomen van de anderen. Alhoewel, afstand nemen is een groot woord. Nu komt Kevin Hulsemans met zijn eindje. Het wordt een nek-aan-nek race. En we gaan op weg naar de snelste tijd. Oeh, wie wint hem? Ik denk dat Kevin Hulsemans het haalt. Kevin, je wint hem. Je pakt hem in 20 en 10 honderdste seconde. Dat is 17e sneller dan Cedric van Brantegem. Fantastische tijd, jongen. Fantastisch. En je redt de eer van het wielrennen. Hoe diep gaan is dit? Dieper als een toer nu. Ik ben echt diep gegaan. We hadden afgesproken dat we alle drie echt diep gingen gaan, maar vorige keer rap moeten rijden, maar nu nog rapper. Je ziet ook wat omstandigheden kunnen doen, hè? Je rijdt 1,5 seconde sneller dan vorige keer. Ja, maar ik heb net massage gehad van een verzorging of van Bart. Ik en Nick en Cedric net niet, dus. Wij hebben bloemen en champagne voor jou. Bloemen en champagne. Voilà, Leen gaat ze overhandigen. Ik bedank jullie alle drie voor deze spetterende finale. Ik bedank ook de gasten die nog aan tafel zitten. Evert Venema, Freddy Maartens en Tom Bonen. En dit was hem, dames en heren. De allerlaatste Tour 2005. Ik bedank u thuis. U heeft trouw gekeken en daar zijn wij heel blij om. En staan we toe ook de volledige ploeg die aan dit programma meegewerkt heeft te bedanken. Zowel de mensen op het thuisfront als de mensen in Frankrijk. Vanaf morgen is er opnieuw zomer 2005. Dan heeft Jan Leijers genoeg vakantie gehad en mag hij met veel plezier overnemen. Ik zeg het nog 1 keer van heel diep uit mijn hart. Vive le vélo en tot de volgende.